Hallo dames en heren, welkom terug bij No Limits 2, aflevering 31. We gaan weer beginnen met achtbanen bereiden en beoordelen zoals we dat dan in die vorige 30 afleveringen hebben gedaan. Het betreft voor dit jaar niet veel meer, denk ik. Ja, nog eentje. Dit is de laatste van 2015. Er komt volgende week vrijdag waarschijnlijk wel eentje nog online. Gewoon op 1 januari komt er al eentje terug. Maar we gaan eerst beginnen met aflevering 31. En we hebben weer 3 achtbanen gedownload vanaf nu. Dat is Halloween, Journey of Tunnel to Neil en een park. Williams Grove, de Clooney Classic Hoodie. Maar we beginnen met Halloween. Ook al is Halloween een lang voorbij, de achtbaan is gewoon Halloween. We zullen wel zien wat we krijgen. En de Halloween jongens, de eerste achtbaan terug voor na de stop is geladen. We zitten in een coaster zonder station. Maar dat is dus wel zo eentje gelijk in Bobbejaan. De Typhoon, die gaat ook recht omhoog. We pakken de speed erbij. Dat we hier boven. We zijn al boven jongens, gaat lekker snel. En daar gaan we. Volgens mij heeft deze achtbaan geen inverse. Voorlopig nog niks, maar dat verandert nu dus. En hij had het ook maar net. Maar dat maakt het al wat spannender. En we maken een curvetrekker en we gaan door een tunneltje heen. En dan komen we alweer aan jongens. Een snelle achtbaan, maar ik vond het wel een heel geslaagde achtbaan. Dat zeker, ik ga er eventjes overheen vliegen. Het zijn dus de karretjes zoals de Typhoon in Bobbejaanland met de raketten en ook de lampjes die dan branden als de beugels dicht zijn. We zien hier nu net een karretje gaan. Op de foto stond hier een skelet, maar dat is hier blijkbaar niet mee geladen. Maar ja, dit is een No Limits 1 achtbaan. Ik heb problemen met No Limits 2 achtbanen te laden, omdat die dan zegt dat het file version niet goed is. Misschien als iemand mij kan helpen, graag, want ik wil dat wel gefixt krijgen namelijk. Maar op zich, dit vond ik wel een prima achtbaantje, de Halloween. We gaan gewoon gelijk verder met de tweede en dat is de Journey of Tunnel. Ja jongens, we zullen het weer zonder het gras moeten doen en nog iets van een station ofzo. Foutmeldingjes, we kennen het allemaal. Maar we gaan weer vertrekken, we hebben toch een station in deze achtbaan. Ik ben heel erg benieuwd. We pakken eventjes de speed erbij en de hele gedoetjes. Zet ook de FPS op. En ja, het gras is dus er weg. We kennen het wel van bij mij. Het gebeurt veel te vaak dat het dus allemaal weg is. En deze heb ik inderdaad op foto gezien jongens. En die zag er inderdaad zoiets uit. Ja, dit heb ik op foto gezien, dit stukje. We gaan hem nu beleven. We zitten erin. We gaan naar onder met een speed van 79. Soms heb ik een verwarring met getallen. Sorry. Maak twee loopings. Gevolgd door een cobra rol. We gaan hier wel heel door de bomen. Maken weer een curvetrek. En die is heel klein jongens. Ho. En hier zat een knikje in de baan. Ah oké. Okay. Klein knikje hier ook weer. Die was wat groter uitgewerkt. Deze is ook beter uitgewerkt. De eerste was wel wat krap moet ik zeggen. De eerste curvetrek was heel krap. Is dit al het einde van de achtbaan? Ja jongens, dit is al het einde. Oké, de foto jongens, die kreeg ik dus gemaakt van dit stuk. Zo stond hij op de site van SCT Go. Daar download ik dus de tracks. Er zijn er nog meerdere sites, laat die maar achter in de comments. Maar hij heeft dus de hele achtbaan ingebouwd met één en al dezelfde boom. Altijd dezelfde. Dat zien we zo vaak jongens. Hier staan er wel wat dennenboompjes tussen, maar ja hier ook, maar het zijn eigenlijk meestal die grote bomen. Niks om aan te merken op die paar knikjes na, die eerste is nog altijd mijn favoriet. Dan gaan we verder met de laatste en dat is een hoodie jongens, de Williams Grove, de Classic Hoodie. Ik kom even niet in mijn woorden, maar die gaan we even bereiden. Ik kreeg weer die foutmelding van het station, maar ik zag het net ook en net was er niks aan de hand. Nu ook weer niet. Maar we zitten dus in deze hoodie en hij vertrekt rustig, maar hij ziet er wel al ontzettend goed uit, jongens.
hier heb ik toch wel hoge verwachtingen. Want een Woody is toch ook wel een favoriet type van mijn, voor mijn achtbanen. Ik heb uiteraard wel wat graag dat die wat sneller gaan, maar Woody's gaan snel, jongens. Woody's zijn snelle achtbaans. Houd daar rekening mee. En dan heb ik het ook vooral over die ene van Europa Park. Ik ben er nog nooit in geweest, maar ik ben ook eventjes de naam kwijt, maar die gaat toch wel heel snel, jongens. Over de 90 per uur. Maar wij gaan nu beginnen. Wij gaan rond de 60. We krijgen hier een optakeling, omdat dit dus niet haalde. Dat kon je eigenlijk wegwerken. Door iets. Door een ding in de plaats te doen. Of hij moest optakeling in het begin al hoger maken. Dat zijn toch wel wat minpuntjes, want dat heb je normaal toch niet in zo'n achtbaan. Maar vind ik wel jammer dat hij die kettingtjes erin heeft zitten. Dat vind ik wel heel jammer. In principe kan je dat gewoon wegwerken. In de Limits kan je zo'n onzichtbare dingen gebruiken. Onzichtbaar. Hoe heet het? Transport kan je onzichtbaar maken, zodat je hem niet ziet. We rijden volgens mij maar één treintje op de hele baan, jongens. Kan ik even zien door het minuutje hier. Ja, rijd maar één train. Ik vond het wel een leuke achtbaan. Alleen vond ik het jammer dat hij hier dus nog met dit werkt. Als hij de optakeling hoger had gemaakt, dan had je dat waarschijnlijk wel allemaal gehaald. Of de daling iets steiler, dan had je dat wel allemaal gehaald. Ik vind het een prima coaster voor de rest. Op die paar kleine dingetjes wat ik wel jammer vind na. Ja, dit is toch wel een leuke achtbaan. Maar ik denk toch dat ik bij mijn beslissing blijf. En die eerste gaat dus als winnaar Halloween. Dan hebben we daarna die hoodie. Dus de Williams Roof. De classic hoodie als tweede. En de Journey of Tunnel. Of Tunnel. Of hoe je het moet uitspreken. Als laatste. Die vond ik wel goed. Alleen die kurktrekker was een beetje slecht uitgewerkt. De eerste vond ik heel krap. En er waren een paar knikjes in terug te vinden. Voor de rest vond ik dit gewoon een prima achtbaan. Oké jongens, dit was het dan weer. Aflevering 31. En daarbij ook de laatste aflevering van 2015. Ik wil iedereen bedanken voor het supporten van deze serie. Er zijn afleveringen die meer dan 500 views hebben. Daar ben ik je allemaal heel dankbaar voor. En ik zou zeggen, blijf sowieso kijken. In de toekomst toe komt No Limits op woensdag. Ik wil nog één ding zeggen. Ik heb mij vergist. Maandag zei ik dat het vanavond pas kerstavond is. Maar het is gisteren dus geweest. Het is vandaag donderdag dat ik het opneem. Dus vanavond is voor mij kerstavond. Als jullie dit zien is het al geweest. Het is vandaag kerstdag. Dus heb mij vergist. Ik zie jullie maandag nog voor een laatste keer terug. Dat is 28 december. Zie ik jullie nog een keertje terug bij een laatste video van dit jaar. De laatste aflevering van Disneycraft. Een fijne kerst wens ik aan iedereen. Want het is vandaag kerstmis als jullie dit zien. En ik zie jullie nog één keertje terug. Volgende week maandag. Met de laatste aflevering van Disneycraft. Met de laatste video van 2015. We gaan knallen jongens. Dat gaan we sowieso doen. En ook letterlijk gaan we knallen met vuurwerk en van die zaken. Nog een fijne kerstmis en graag tot volgende week maandag bij de laatste video van 2015.